een stapel netjes, u telde tijd, dat ik over zijn bladzij oppak. Ze is misschien wel het beste voorbeeld van een echte bilker, vrouw Mierdema van Sint-Anne. Al 98 jaar wint ze in de gemeente en had ze eens al die tijd beeldspraat. De taal en de bescherming ervan is dan ook tegenwichtig voor haar. Als je het zo wil, dat het zijn wurg wel wat oorsgeert als je het iets. In de loop van de jaren is die taal veranderd, omdat er nou een hele protte mensen binnen. He? Want ik zei nou een hele protte. Die beginnen Nederlands te praten, de tussendeur. Kijk, had wie vandaar die, of weet ik wanneer, die erkenning krijgen dat het een taal wezen zou, dan zou dat een stimulans wezen. Maar als je de taal bewaren willen, en als je er wat aan doen willen, dan zou je er met een ander wat aan doen worden. En dat bad hier op basisschool het fondament in Sint-Anne. Mooi en was jongen in het beeld. In het beeld. Alles wat te dienen om de band de taal bij te brengen en om haar te stimuleren in het beeld te broeken. Wat vies je eigenlijk van de taal? Nou, ik vind wel dat die moet blijven bestaan. Want ja, het is wel een belangrijke taal, vind ik zelf. En ja, het is wel gewoon leuk om dat te kennen. Nou, ik ken op zich wel goed beelds praten. En broek ze het een protte? Thuis wel, maar op school niet. Hoe ken dat? Nou, heel veel band die praten dan heel erg veel Nederlands, omdat ze ja, dan zin in koor echt Nederlands praten. Nou, dat vind ik wel, aan de ene kant vind ik dat wel best, ja, gewoon niet leuk. Want dan kun je gewoon niet met die eigen taal praten. Dan moest je weer per se Nederlands doen en dat vind ik niet zo leuk. Het is nou om minister Plasterk om het beeld dat te voegen onder de list van beschermde talen.